En dan is het weer Van de Meijdakker. En let op, geweldig! Geweldig! Wie had dat gedacht? Deze bonkige spits was door critici al lang afgeschreven. Drie keer raden wie er topscorer is van de tweede divisie sinds die in 2016 opnieuw werd ingevoerd. En let op Van de Meijdakker! Prachtig gedaan! Bovendien is hij met 33 goals en 8 assists ook de meest waardevolle speler over die periode. Met cijfers waar zijn achtervolgers Marciano Mengerink en Nick de Bond niet aan kunnen tippen. Van den Meijdakker is bij FC Linde in zijn eentje verantwoordelijk voor bijna de helft van de productie. Maar toch zijn er altijd weer die twijfels. Soms lijkt hij niet vooruit te branden, zoals zaterdag tegen Katwijk. Slechts 21 keer had hij de bal. Het minste van iedereen. En maar liefst 5 keer stond hij buiten spel. Bijna net zo vaak als alle spelers op het veld samen. Maar wie denkt dat de spits op zijn retour is, zit er goed naast. Maar liefst 83% van zijn passes kwam aan. 2 van zijn 3 doelpogingen gingen op goal. Daarbij kwam geen enkele speler van Linde in de buurt. Hij oogt dus misschien wat lui en zwaar, maar Danny van den Meijdakker kiest zijn momenten als geen ander. En probeer hem dan nog maar eens te stoppen. Blessures maakten een vroegtijdig einde aan zijn profloopbaan. Maar fysiek lijkt hij gezien zijn gespeelde minuten weinig belemmeringen meer te hebben. Zaterdag treft Van den Meijdakker zijn favoriete tegenstander VVSB. Tegen geen enkele andere tweede divisieclub scoorde hij vaker. Nog 8 goals heeft hij nodig voor zijn beste seizoen ooit. Wel versleet hij door de jaren heen een hoop clubs en trainers. Maar als je net zoals Hans Kraaij de juiste snaar weet te raken, dan is Danny van den Meijdakker in onze competitie gewoon een fenomeen.